gewezen districtscommissaris van Kommerwijnen, Ajay Kumar Kali, heeft een schuldenlast van ruim 363.000 SRD achtergelaten voor Kommerwijnen. Dit bedrag moet aan ondernemers worden betaald die diensten hebben geleverd aan het commissariaat. De huidige districtscommissaris Mohammed Shafiq Rajab zegt dat hij geen onderliggende stukken heeft gekregen, waaruit blijkt waarvoor de ondernemers moeten worden betaald. Nou, ik heb mijn contanten iets van 774 gehad en een betalingsachterstand van 363.000 zoveel van bedrijven die diensten hebben verleend voor de DC. Maar ik heb toch de districtsadministrateur gevraagd om mij nader te informeren waar en hoe zij hun schulden hebben opgebouwd. Dus ik zal zeker via interne controle laten onderzoeken. Is het berust op waarheid dan niet? Volgens Rajab heeft Kali hem bij de ambtsoverdracht een verslag overhandigd. Echter zonder de financiële verantwoording. De burgervader zegt verder dat in het ergste geval aan de klad zal worden gevraagd om een onderzoek in te stellen. Nou, ik heb een verslag daar gezien, een kleine verslag. Maar u kunt zich voorstellen, een verslag zonder bonnet gelijk overnemen in het district, dat ga je niet zo nauw kunnen nemen. Dus ik zal mijn medewerkers ook vragen om dan te verifiëren waar nodig, zal ik een commissie benoemen. En als het klad moet, dan zal ik de klad inschakelen om dan de zuiverheid van de schulden voor mij vast te leggen. Districtscommissaris van Kommerwijnen, Mohammed Shafiq Rajab, tegenover onze nieuwsdienst. Hij zegt dat ex-districtscommissaris Ajay Kumar Kali een schuld van 363.000 SRD heeft achtergelaten voor Kommerwijnen.